Het idee is gekomen van de organisaties in Mechelen zelf. Dus deze tentoonstelling is opgezet door verschillende partners en had eigenlijk als opzet om ook de mensen van Mechelen zelf erbij te betrekken op zoveel mogelijk manieren. En al dansend, want de tentoonstelling gaat over beeld en dans. Through its human medium, we have a satisfying sense of the eternal rhythm. In de plaats van dat ik een lezing geef over dans en beeld, doe ik een workshop. En zijn we zelf aan het dansen. En voelt uw lijf wat dat is. En krijgt op een heel andere manier verbinding en voeling met heel deze wereld. En ik denk dat dat ook wel werkte, want de deelnemers kregen gaandeweg interesse in de wereld van Isadora Duncan. Wat is dat voor een vrouw? Wat heeft hij allemaal gedaan? En er is nog een film waar dat we kunnen naar kijken. En dat begon echt te leven, maar vanuit onze eigen ervaring. En dat was toch wel heel fijn, vond ik. Ik heb zelf mij helemaal in het thema ondergedompeld. Ben veel opnieuw beginnen lezen over Isadora Duncan, over Rick Wouters. Hoe dat hij te werk ging, hoe dat zij zich bewoog in die wereld van 1900 en die jaren. Ja, dat is een hele fijne ontdekking geweest voor mijzelf terug, of een opfrissing. En dan hebben we met de dansers 10 avonden gedanst. En dan een paar keer daarvan in de tentoonstelling. En nu tonen we wat we gedaan hebben. Future is a dance of the past. The movement of waves, of winds, of the earth is ever in the same lasting harmony. The movement of waves, of winds, of the earth is ever in the same. And what will be its movement in the past? And what will be its movement in the future?